Lieve mensen, dit is al dag 3 dat ik jou herinner aan je zelfzorg. Het is nu alleen 2 uurtjes eerder als dat ik het normaal gesproken post. En ik denk dat dat wel goed is, want misschien ben jij al een beetje in de routine gekomen. Doe jij deze ochtend al iets wat fijn is, wat goed is, wat activerend is voor je lijf, wat goed is voor je mentale gezondheid? Ik ga je laten zien wat ik doe op de ochtend en ik neem je gewoon even mee. Misschien activeert het je, misschien ook niet. Misschien denk je, waar de fuck zou ik daaraan beginnen? Dat kan, maar dan heb je hier in ieder geval naar gekeken en misschien heb je er een zaadje geplant op een andere manier. Ik ga me aankleden, ik ga mijn haartjes doen en als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan is dat maar even wat het is. Ik heb heel leuke oorbeltjes aan gedaan. Kerst. Sorry, ik heb een aanval vandaag. Nee. Ik heb geen pilletje genomen. Juist niet. Misschien had ik dat moeten doen. Nee, grapje. Ik ben niet pro-medicatie. Ik ben pro-jij. Wat werkt voor jou? Dus, nadat je je hebt opgefrist. Koude douche is trouwens best wel goed hoor. Maar je moet do what makes you happy. And what's good for you. Dan heb je je aangekleed. Je hebt al je dingetjes gedaan. En dan ga je naar beneden en ga je een workout doen. En ik doe dat zo. Ik ben een groot fan van Kasia Rain. Zij heeft 5-minute morning workouts op YouTube. En echt waar, mijn zoon en mijn man vinden het vreselijk. Die lachen me ook echt al 3 jaar falikant uit dat ik dit doe. Maar een lieve vriendin van mij, die heeft het ooit gezegd van, nou, het is echt hartstikke leuk. En ik vond het zo enthousiast hoe zij dat deed. Dus dit is echt een dikke vette aanrader. Kasia Rain, 5-minute morning workout. En dat is wel een goeie om er weer een beetje in te komen om te bewegen. En dat gaat zo. Maar dan ga je dus wijd staan. Rug recht, schouders laag. En dan gaan we naar beneden. Gaan we uitademen. Dus we begint eigenlijk zo. Uitademen. En dan gaan we omhoog. En dan gaan we inademen. En terwijl je inademt met je rug recht en alles. Terwijl je inademt ga je... Terwijl je omhoog gaat, ga je inademen. En dan ga je op je tenen staan. Naar beneden. En dan weer uit. Oké. En dit ga je eventjes een tijdje doen. Ik deed het dus elke keer maar 1 minuut. 1 per oefening. Daarna ga je de summarize stretch doen. Ja, het is ook niet moeilijk. Het is best wel leuk. Let op. Je gaat nu nog wijder staan. En dan ga je je armen over elkaar heen doen. Hou je jezelf gewoon een beetje vast. Een beetje knuffelen, zeg maar. Ga je diep er doorheen. En dan ga je aan 1 kant beginnen. En dan ga je deze kant. Ga met jouw ademtempo links en rechts. Adem in. Stretch. Adem uit. Nou, zie je. Dus dit doe je ook weer eventjes 1 minuut of 2. Oké, nu ga je de achterwaartse plank doen. Weet je, misschien heb je een hele andere oefening. Doe dat dan. Maar doe in ieder geval jezelf zorg in de ochtend. En dit is lekker activerend. Oké, je plaatst je handen achter je. En dan ga je inademen, ga je omhoog. Stretch, stretch, stretch. Uitademen naar beneden. En wat ik dan doe is mijn handen naast me. En dan naar voor. Even pilates. Dan weer omhoog. Opzij. En weer zo. Oké, volgende. Deze is trouwens echt fantastisch. Dit is de zeemeermin pose. Dan ga je 1 been krom, 1 been recht. Zet je je hand echt recht onder je schouder. En wat je dan doet, is met je inademing ga je omhoog. Stretch je helemaal lekker je zij en je lendenen. Oh, adem in en adem uit. En niet je kont neerleggen op de grond, dat is smokkelen. Adem in. Nou, dus deze kant precies hetzelfde. Zet je schouder, handpaal onder je schouder. 90 graden hoek. Ja, eentje zo. En dan ga je dus weer omhoog. Adem in en adem uit. Zo, je begrijpt het principe al, hè? Nou, voor de mensen die nog niet zo vergevorderd zijn als mij, dan kan je beginnen met deze, met de ketkou. En dan ga je dus uitademen. Maak jezelf helemaal bol. Inademen, kijk je omhoog, maak je rug helemaal hol. Fantastische positie dit. Dat gaan we even anders doen. Hol en bol. Maar als je nou denkt, ik kan wel wat meer uitdaging gebruiken. Dan doe je eventjes de onderwaartsrond. Ik weet niet meer hoe het heet. Downward dog. Neerwaartse rond heet het. Dus adem je uit. En dan ga je naar voren. Adem je in. En je kan ook even neerleggen, even ontspannen. Kan ook. En dan weer. Oh, heerlijk dit jongens. Wakker worden. Heel goed. Zo. En dan, wat ik dan doe, is gaan zitten. Ja. En dan ga je helemaal naar achter. Afrollen, 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 afrollen. Ga je ontspannen liggen. Voel je je ruggengraat, je bordjes een beetje settelen. Dan ga ik even rustig ademen. En wat ik dan ga doen, ja, dit is het moment suprême. Ga ik eventjes mijn buik afvoelen en mijn ribben. En dan voel ik al heel snel op punten dat ik denk, wow, pijn. Wat zit daar? Dus ga ik afvoelen. Nou, hier voel ik dus echt een ontzettende steek. En die schiet ook helemaal door naar mijn maag en naar mijn eierstok, zeg maar. Wat je dan doet, is vasthouden. Ontspan je schouders, ontspan je kaken, ontspan je benen. En dan adem je gewoon doorheen. En heel vaak, als je hem vasthoudt, dan komt er iets bij je op. Een plaatje, een herinnering, gedachte of een emotie. En de bedoeling is dus dat je daar eventjes helemaal naartoe gaat. En dan voel je steeds... Dat steeds verder afzak, 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 afzak. Dus je laat die pijn, dat gevoel, die emotie, die laat je er helemaal zijn. Geef er ruimte aan. En op dat moment zakt die steeds verder weg. Het
kan zijn dat je voelt dat de pijn verschuift. Soms hou je hem dan nog gewoon eventjes nog een paar seconden vast. Of je gaat naar een andere plek dat je voelt, hé, hier zit het nu. Wat zegt dat hier? Nou, dit was gratis in een notendop. Doe er je voordeel mee. En nu lekker je vitamintjes nemen als je die slikt. En je koffie en thee. En wat je dan gaat doen, is een lekker voetenbadje en even mediteren. Of je gaat iets heel anders doen. Misschien ben jij meer van het type van een Red Bull en peuk. Kan ook. Alleen dat promoot ik niet. Fijne dag allemaal.